Ik noem deze video, nou komt het, de paddenstoelen op de shit. En dan zullen jullie denken, wat is er aan de hand? Dat ga ik jullie nu vertellen, daar achter die boom. Of die struik. Hier ligt de shit. Niks aan de hand. Nergens geen paddenstoelen te bekennen. En je raadt het al, daar zijn ze. Ze hebben exact het middelpunt uitgekozen van de shit. En je ziet het. Ze groeien goed. Oh man, wat is dit voor video, jongen? Heel erg gaaf dit. Alles is uitgedroogd. Alleen daar staat een hele kleine eenzame bloem. Die het wel heeft overleefd. En de rest hier is allemaal totaal uitgedroogd, hoe ver je ook kan kijken. En deze kleine mini berkenboom, die heeft het ook overleefd. En voor de rest is alles verbrand door de zon hier. Wow. Ja, we hebben nog een hele loperij voor de boeg. Wij komen daar vandaan, achter bij de hek. Daar dus. En we willen dit hele lange pad weer aflopen. We zijn even daar op het bankje gaan zitten. Uit te rusten. En dan willen we helemaal zo eromheen gaan lopen. Want we willen een hele grote wandeling vandaag gaan maken. Van meer dan 10.000 stappen. Jawel. En eerder stop ik niet. Dus dat is ook wel gaaf. En je ziet het. Het enige wat we bij ons hebben is drinken. Dit. En dat was het. Heel erg gaaf. Dus nogmaals. Willen jullie die coördinaat vinden van deze bank? Daar is het, Noord 5202 709 en East 005 59 511. Jawel. Zo, we gaan het apparaat er even afmelden. 3:33 is het vandaag, gaaf. Als ze dan helemaal eromheen gelopen zijn en het gaat niet regenen, dan gaan wij ook nog eventjes tegen de avonduren kijken in die brandtoren daar. En dan kunnen we even kijken of we verbinding kunnen leggen met de amateurs, mochten die er nog zijn. Want die hebben hier aan de andere kant van het veld, op een heel hoog punt, hebben ze een groot antennesysteem opgebouwd. Met centamateurtjes en auto's en wat er ook bij zit. Dus dat is ook wel lachen. Ik denk niet meer dat ze er dan zijn. Ik moet deze hele weg nog aflopen. Oh, nu pas besef ik me waar ik me weer op inlaat. Maar goed, het is een beetje bewolkt weer en godzijdank schijnt de zon niet zo heel erg fel. Het is wel redelijk benauwd, maar je ziet het aan de berkenboom. Er staat een heel klein beetje wind, dus dat is altijd wel lekker. En je ziet het ook hier, staat wat paarse heide. En daar heb je de drinkwaterplas voor het wild. En je ziet het ook heel duidelijk, ze lopen altijd hier door het wildpad. En dan lopen ze zo naar deze waterplas toe. En je ziet het ook op het water. Beweegt het een heel klein beetje. Dus er staat godzijdank een heel klein beetje wind. Daar ben ik aan de ene kant wel blij mee. Laatst hebben wij hier gelopen en toen zijn wij dat pad helemaal afgelopen. En dan hebben we daar ergens aan die bosrand, hebben wij twee hele grote beukenbomen gevonden. Dan gaan we misschien zo dadelijk ook nog eventjes kijken of dat er beukennoten aan zijn of dat ze al rijp zijn. Dat kan nou, ja, iedere week kan het zover zijn. Dus het is nog even een kwestie van wachten. En dan gaan we zakken vol beukennoten halen. Jawel. Ik zal eens eventjes kijken wat dat daar is. Oké. Dat lijkt me een mooie hertenspotplek daar aan die kant. Maar goed, wij gaan de vlog weer beëindigen. Ik zit eventjes te kijken waarom deze kleine mini berkenboom nou hier zo staat. Je ziet het ook heel duidelijk. Hij is al een paar keer getroffen door de bliksem. Maar, goed luisteren naar de sound. Hij is gemaakt van heel stevig hard materiaal. Heel stevig hout. Dus je ziet het ook hier beginnen de eerste bruine bladeren aan te komen. De rest
Ja, dat ziet er ongeveer zo uit. Ik weet niet of hij daar een schepel op gaat stellen. Ja. Heel gaaf. En hier heb je dan die capsules, zeg maar. Nou. Wij gaan ons klaarmaken voor de grote wandeling. We gaan dat troep even allemaal inpakken. En dan gaan we beginnen met onze gigantische... Oh, een vlinder, of niet? Ja, wacht. Hij zit op de... Ik zal eens even kijken of ik een beeld kan krijgen. Kijk eens, daar is hij. Hij is weg, helaas. Wacht, dan komt hij weer voorbij. Gaaf. Ja, nu zie je pas hoe mooi die is. De Paarse Heide. Heel erg gaaf. Normaal staat het allemaal in bloei met Paarse Heide, waar je ook kijkt. Vooral dat stuk daarachter. Maar vanwege de droogte is ook die helemaal uitgedroogd. En vooral die zwarte stukken die je daar ziet achter, die moeten eigenlijk normaal helemaal paars van kleur zijn. Maar je ziet het, ook dat is totaal uitgedroogd. Helaas. Oh. Je ziet ook geen kip lopen, hè? Geen beesten, geen herten, geen mensen, helemaal totaal niets. Oké dan. Heel erg interessant. Ja, nu maar eens een keer kijken dat we hier gaan staan. En we gaan hier rondomheen kijken met onze nachtkijker, wat we dan zien. Want er hoeft maar één gek een afstandsbediening in de boom te hangen. En we hebben het in de gaten met de nachtkijker. Jawel. Ik weet dat ik nu commentaar ga krijgen op wat ik net gezegd had. Maar ik ga er voor de rest ook niks verder over vertellen. Een afstandsbediening in een boom. Ja. Kun je die met de nachtkijker zien? Nee. Maar als je het knopje drukt en het ledje van de afstandsbediening staat richting je nachtkijker, dan is die wel heel duidelijk te zien. Want het is een soort van infraroodlicht wat een afstandsbediening uitzendt. En dat kun je met je ogen in de nacht niet zien, maar met een nachtkijker extreem goed. Dus we hebben het alweer verraden. Jawel. Gaaf jong. Het is hier echt extreem afgelegen. Kijk eens. Ja, en het is volgens mij ook de officiële laatste dag voor heel veel kinderen van de vakantie. Sommigen hebben nu nog 2 weken, die hebben dan echt geluk gehad. Maar hier moeten ze vanaf maandag alweer naar school. En dit is hier het resultaat. Maar toen ik ze straks bij de intratuin was... Wow, mijn god, wat was het druk daar binnen zeg. Iedereen wou nog de laatste boodschapjes halen. En ik heb zo'n luchtpomp gehaald voor in mijn vissenkom met zo'n ronde steen. En die ga ik vanavond even uittesten. En ook daar ga ik misschien een video van maken. Oh, jongens. Besef even waar we zijn. Kijk eens naar die bosrand daar achteraan helemaal. Ik zie helemaal geen... Wat is dat dan? Nee, wow. Ik dacht dat daar wat zat. Het is gewoon een eenzame boom. Heel erg gaaf dit. Oh. Ja, als je een beetje verkeerd loopt, dan kun je hier dagen rondlopen zonder ook maar één persoon gezien te hebben in dit gebied. Want dit is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland waar we nu zijn. Oh man, wat ben ik blij dat ik dat kleine apparaatje daar heb. Garmin, die GPS, als ik die nou niet bij me had, dan... ja oké, dit gebied ken ik eigenlijk wel, maar als ik dan verder zo schuin ga lopen, vooral daar dat stuk... Ik zou per god niet weten waar ik ben, weet je, maar goed. En ook heel ver weg, daar achteraan zie ik nog een soort van heuvel daarachter. Kijk eens heel goed jongens, wat we ontdekt hebben. Wow. Ik zou bijna zeggen we hebben de zee ontdekt, maar dat kan helemaal niet, die kant op. Maar het is wel heel mooi om naar te kijken dit.
Maar goed, we gaan de vlog weer beëindigen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer. En doei!